Goedendag, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza, waarin we uiteraard uitgebreid ingaan op het weer dit weekend. Maar zoals altijd beginnen we bij het weer nu. Vandaag hebben we een groot regengebied en dat regengebied dat trekt vooral over het westen van Duitsland, langs de oostgrens van Nederland en dan over het noordoosten van Nederland. Maar vanmiddag komen er wat zwaardere buien voor en kan het hier en daar ook omweren. En dat geldt vooral voor dit buiencluster, maar ook voor deze die langs de oostgrens naar het noorden trekt. Dat buiengebied dat koerst ongeveer zo. En dat betekent dus dat nog meer plaatsen lokaal onweer kunnen krijgen. Het wisselvallige weer, dat geeft eigenlijk de grens aan tussen hele warme lucht in Europa en koelere lucht. Er ligt een lage drukgebied in de buurt van Engeland, daar ongeveer. En die grens tussen de warme lucht en de koude lucht, die ligt in het oost van Nederland. Hele warme lucht in Polen, en dat zien we ook terug in de temperaturen. Dit zijn de temperaturen vanochtend om 8 uur. Maar als je het in beweging zet, dan zien we dat het vanmiddag om een uur of drie 25, 27 graden is in Polen. Ook Hongarije is zeer warm. En de gele vlekjes in Slowakije en Tsjechië, dat zijn de bergen daar. In het laagland is het daar ook warm. Boven Duitsland dan die grens met de koelere lucht waar de buien vallen. En in Nederland zitten we dan met temperaturen tegen de 20 graden aan en wisselvallig weer. Nou, zoals gezegd net al, dat heeft allemaal te maken met dat lage drukgebied in de buurt van Engeland. Dat stuurt koelere lucht onze kant op. En de warme lucht, die bevindt zich in het oosten van Europa. Op de grens vallen buien, zijn ook de meeste wolken te vinden. En die grens die ligt morgen vooral boven Duitsland. Maar met onze zuidwestelijke aanvoer van het lage drukgebied hebben ook wij geen mooi weer. Ook vanuit die hoek komen wolken en buien. En dat zien we als we alles in beweging zetten. De buien trekken vooral zaterdag in de loop van de dag over het land. We zien het kaartje eigenlijk grotendeels blauw worden in onze omgeving. We gaan niet wegstromen. Het zal enkele buien zijn, ook droge perioden. En ik verwacht ook zonneschijn morgen. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Eerst vanavond. De buien die nu nog in het oosten en noordoosten zitten, die trekken geleidelijk weg. Misschien vanavond nog een enkel buitje in het noorden, maar grotendeels daar eindelijk droog weer. En de zon breekt er misschien nog even door. In het zuiden kan lokaal een bui vanuit België binnentrekken. Geen zware buien, maar daar kan het dus op een enkele plek even regenen. Vannacht breiden die buien zich vanuit het zuiden verder over het land uit. Wordt het ook wisselend bewolkt. Iedereen die naar de vallende sterren in de loop van de nacht wil kijken... kan beter eerst even de bewolking bekijken... want ik denk dat de kans groot is dat er veel wolken zijn. Het noordoosten heeft de beste kansen om naar de vallende sterren te kijken. Temperaturen vannacht 10 tot 12 graden. En zoals gezegd, de buigheid breidt zich uit... Morgen worden we dan wakker met een wisselende wolking en van tijd tot tijd buien. En dat buiengebied treedt langzaam van zuid naar noord. Af en toe breekt de zon door en in de loop van de middag zien we in de zuidelijke provincies de zon vaker schijnen. En dat betere weer breidt zich dan in de namiddag en avond weer naar het noorden uit. Temperaturen morgen een graadje lager dan vandaag, 18 tot 20 graden. En de wind die is vrij rustig. Het weer voor zondag ziet er gelukkig veel beter uit. Zondag blijft het droog, zijn er zonnige perioden en bij niet al te veel wind wordt het dan 20 tot 23 graden. Zondag in de avonduren neemt de kans op een bui weer toe. En dat is de voorbode van een aantal wisselvallige dagen. Maandag, dinsdag en waarschijnlijk ook woensdag en donderdag vallen er geregeld buien. Schijnt af en toe ook de zon en de temperatuur haalt maandag nog 22 graden. Maar vanaf dinsdag gaat hij iets naar beneden. Ik wens u allen een goed weekend. Ik ben Michiel Severin. फम्बीप्लासा